is vrijdagavond 6 april en ik sta hier in de hal van de Doelen bij de ingang van de Juliaanse zaal, want vandaag gaat Sara Tavares optreden en ik mag gaan vloggen. Als het goed is ga ik haar na het concert ook nog even spreken. Ik ben nu een beetje sfeer aan het opsnuiven hier in de Doelen en ik heb ontzettend veel zin in. Sara Tavares is een tijdje, heeft geen nieuwe muziek meer uitgebracht, maar is weer helemaal back. Dus ik ben heel erg benieuwd en we gaan vooral genieten. Ik ben hier dus bij een kraampje met hele mooie spullen. En Cindy Vos staat voor me. Ja. Waar zijn al deze mooie spulletjes van, Cindy? Die komen uit Cameroen. Cameroen? In West-Afrika, ja. Het is van een stichting, hè? Hoe heet de stichting? Stichting Mboasu. Mboasu. Ja, wij steunen projecten in Cameroen. Ja. We hebben bijvoorbeeld een waterput al daar naartoe gestuurd, zeg maar. Die moet daar dan nog in elkaar gezet worden en dan moet de grond in. Ja. Alleen dat is veel duurder dan de aanschaf van de pomp. En we steunen moeders van gehandicapte kinderen. En ook wat voor ons... Wat er voorbij komt, zeg maar. Dus met andere woorden, als wij iets van jou kopen, dan gaat een deel van de opbrengst... Naar Cameroen. Dat is heel goed om te weten. Ja. Kijk eens wat ik heb gescoord. Mijn eigen rokje uit Cameroen. Ik ga hem met plezier dragen. Nee. Ga je vandaag genieten, niet zingen, maar zelf genieten? Zeker, het is mijn idool. Dus ja. Sara is alles voor. Oké, dus je gaat echt een topavond hebben. Ja. Zin in, Lena. Zin in. Ja? Ik vind het een fantastische, positieve energiebron. Die straalt ze gewoon eruit. Je gaat lekker genieten. Ik ga lekker genieten, absoluut. Nou, genieten van mij. Dankjewel, jij ook. Ja, dat zou ik zeker doen. Here on stage, Ivo Kosten on drums. Diogo Sanch on the keyboards. Cindy on the bass guitar. Yvonne Gomes on the electric guitar. Paulo Gomes. Paulo. Nee, absoluut niet. Volgende keer weer? Absoluut. Die weg. Absoluut. Ik ben met collega vlogger Osvaldo Brieven. Heb jij ook zo'n vlogger? Ik heb ontzettend genoten van Sara Tavares. Gedanst, maar tegelijkertijd moest ik heel stil staan, want ik wilde ook wat opnemen. Heb je een beetje goede filmmateriaal? Ja, en ik hoop ook Sara straks te spreken, zodat ik dat compleet kan maken. Met interview en dan is de avond compleet. Ja, wij wachten op de meet en greet. Ja, even kijken wanneer de koningin van de avond straks hier verschijnt. Dan gaan we even met haar kletsen. Gaat helemaal goed komen, toch? Ik denk dat het heel goed gaat komen. Sonja. Sara is eindelijk aangekomen bij de meet and greet. Ben je klaar voor de meet and greet met Sara? Ja, maar ik ben een beetje moe. Heb je een beetje genoten? Ja, Sara, hallo. Dat is toch een domme vraag.
Nee, oh, Sarah is geweldig. Altijd wanneer zij er is, dan ben ik er sowieso. Ik koop kaartjes al maanden van tevoren. Ik wil haar echt niet missen. Zij is geweldig. Haar vibe, haar muziek, haar alles. Ja. Ja. Nee joh! Ik ben aan het praten met Sarah Tavares en ik heb haar net uitgelegd dat ik nu Engels ga praten. En ze praat heel goed Engels, dat heb ik net gehoord, zodat de mensen die niet Cavendiaans spreken, dat die het ook kunnen verstaan. Sarah Tavares, how did you like to sing here in Rotterdam, in the Doelen? I'm always happy to come. And when I come to Rotterdam, when somebody gives me an appointment to Rotterdam, I always assume that it's Doelen. Yes. And when it's not at a Doelen, I'm saying, you're kind of disappointed. Yeah. This is your home, so. It's like a house, yeah. It's like a home. And because I know that many Cape Verdeans live here, and I know that they are coming. It's like an appointment. We own it's this like place. A meeting point. A meeting point. So I know that I'm getting much love and positive energy from this place. Mm-hmm. So, I'm happy to. I love it. I enjoyed it. I just felt the vibe. I don't know. I just felt like dying. I got emotional in this thing. Yeah. Thank you. I think it's it's a conversation, a communication with the audience. We set the vibe for positivity, and so it's a give and take game conversation. You feel you and it comes. Yeah. It's not like a performance, like to validate or invalidate. It's like just it's like a meditative thing. Like let's all just relate. Music, artists, nutrition. I try to say that. I try to do that as my mission. Not like I don't feel like art for me is not like to make myself big. Service. That's like a service for my culture, for a good message, to try to make the world a better place. My world at least is a better place. Thank you.